Lekker bezig, Toezami. Ja, hartstikke bedankt. Ja. Nee. Dan mag je niet op de foto. Home sweet home. Rotterdam, waar legt het dan? Ken je dat niet horen dan? Rotterdam, waar legt het dan? Ken je dat niet horen dan? Dit is de City Challenge in Rotterdam. Ik ben geboren in Rotterdam. Rarko is ook geboren in Rotterdam. Maar weet je wie ook geboren is in Rotje? Rendel de Rosario, come on! Rendel, het is voor ons allebei een thuiswedstrijd. En we krijgen allebei 5 opdrachten. En de verliezer, het weten we allebei nog niet. Het staat hier in de envelop. De verliezer gaat naar de kapper en ondergaat een metamorfose. Nee, je niet! Breathe in, breathe out, we scream and shout. Nee. Dit is heftig. Wow, yo! Goes. Waarom goes dit? Je mag trouwens tijdens de 5 opdrachten mag je 1 keer je joker inzetten. Maar dan moet je bepalen voordat de envelop open gaat. Oké. Okay. Behaal je de challenge, krijg je 3 punten. Oké. Okay. Behaal je hem niet, krijg je -3 punten. Wauw! Opdracht nummer 1. De eerste challenge is voor ons allebei. Een grote uitdaging. We krijgen allebei elke keer 1 poging. De opdracht is... Rotterdam heeft 3 profclubs. Feyenoord, Sparta en Excelsior. We staan nu bij de Kuip. Schiet bij iedere club 1 bal het stadion in. Dus van buiten het stadion naar binnen. Tee, papier, schaar. Hij mag beginnen. Dit is toch onmogelijk, bro? Ja, zo ga ik hem niet krijgen. Echt niet. Heb je geen vertrouwen in jezelf? Nee, totaal niet, Soef. Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Dus even wachten. Ja, we gaan gewoon de trap op. Soef. Ik weet niet hoe. Eerlijk. Weet even, mijn foto's is erg, man. Dus ik moet even checken hoe we dit gaan doen. Kijk, als we nou slim nadenken, ik kan hem niet in 1 keer. Dat gaat niet, daar heb ik niet zoveel kracht voor. Je hebt 1 poging. Eén poging. Luister, we moeten onze verlies nemen met deze en zo snel mogelijk naar Sparta of Excelsior gaan. Daar gaan wij het, zeg maar, uitvechten. Allee. Ik heb hem gezien. Ik heb het gezien. Zie je die gat daar? Daar gaan we hem inschieten. Dan is hij toch in het stadion? Oké. Hij is toch dom? Kom, we gaan naar binnen. Ik ga dit regelen. Kom. Jij bent geflasht. Waarom ga je vanaf hier schieten? Kijk hoe dom je bent. Wat ik in mijn hoofd had, is dat aan de andere kant van het stadion is er vaak eentje open en dan ben je dichtbij. En daar gaan wij nu even rustig kijken wat daar aan de hand is. Hij heeft gelijk. Hey, Mattie. Ik heb jou nodig. Alles goed? Ja, zeker. Ik heb jou nodig, man. Alsjeblieft, help me. Ik ben met de challenge bezig. Nee, niet doen. Van niet buiten, doen. Niet doen, niet doen. Binnen, nee, niet doen. Schieten. Niet luisteren. Niet luisteren. Is daar binnen niet luisteren. Het is niet gevaarlijk. Niet luisteren. Maar die bal erin tikken, heb ik alsjeblieft. Ik weet dat het Sofie en Tazani is, maar niet luisteren. Alsjeblieft. Hoe doe je dat? Alsjeblieft, niet doen. Rijd door. Ik hoef alleen maar de bal van buiten naar binnen te schieten. Je weet toch die opening daarachter? Niet luisteren. En toch kan je gewoon het stadion in, zeg maar. Please. Ik hoef alleen maar die bal. Nee. Gewoon een klein tikje te geven, zit hij erin, is het klaar. Niet doen. Nee, niet op het veld, in het stadion. Niet doen. Als je die opening, weet je, daarachter heb je een opening. Het is Marokkaan, hè? Niet luisteren. Het is Kaperdian. Niet luisteren. 1 minuut zijn we klaar. 1 minuut. Af en toe moet je je connecties gebruiken, toch? Hè? Jij wil snel. En zo naar Rendel. Hij haat zijn leven. Daar komt hij. Ik hoop dat hij mist. Alsjeblieft. Vamos! Eentje is voor mij. Oh, sorry. Eentje is voor mij. En zo naar alle fijne tijd. We zijn aangekomen bij het Excelsior Stadionnetje. Steenpapierschaar, wie er moet beginnen. Let's go, Amate. Steenpapierschaar. En jij, let's go. Jij begint, man.
Wat is er? Nee. Hij is daar. Nee, hoezo is tuurlijk hij daar? Tuurlijk is hij daar. Hij is gewoon geluk, man, bro. Je moet me gewoon gunnen. We gaan naar SPARTA. We zijn nu weer bij een groot stadion, het kasteel. Het Sparta Stadion. Steen, papier, schaar. Wie er moet beginnen? Je moet even wachten op mij, bro. Oké. Even concentreren, je weet zelf. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Sorry, dat moest ik even erin gooien. Je moet weer beginnen. Let's go. Dus als ik hem hier inschiet, dan zit hij erin. Dus oké, luister, is dat zo? Wacht, oké, wacht, hij wil slim zijn. Als ik hem hier overheen schiet, dan is het klaar. Het zijn toch hekken? Dus als we achter de hekken zijn, zijn we toch in de stad? Oké, dus ik vraag je alleen maar, als ik hem daarin schiet, is dat dan goed of slecht? Goedie. Nee. Dus als ik hem nu gewoon schiet, heeft hij deze challenge verloren. Oké. Is goed, kom. Hij is echt dom. Hij is echt dom. Hola! Vamos! Ik heb mezelf in een chucha gegooid. Een chucha betekent dat je jezelf hebt geflasht. Goedie. Gefeliciteerd. Hou je hand daar. Wee. Heeft hij dat nou echt gedaan? Nu is het aan! Ga je nu de joker inzetten, ja of nee? Ik zet hem nog niet in, sorry. Oké, ik ook niet. Steen, papier, schaar. Wie er gaat beginnen? Wie er moet beginnen? Oké, dat is steen, papier, schaar. Jij moet beginnen. Een classic. Kale koppen niet te stoppen. Zoek iemand die kaal is en ga minimaal 7 keer overkoppen. Ja, daar heb je ervaring mee, hè? Ja, maar dus? Daar heb je ervaring mee, hè? Niet altijd een goede ervaring. Oké, daar heb je gesproken. Kunt u voetballen? Nee. Ja. Hartstikke bedankt. Ja. Oh. Hallo, mag ik iets vragen? Sorry dat ik je zo overval. Maar ik heb een vraag. Kan je voetballen? Of ik kan voetballen? Ja. Nee. Ja? Kan je ook een beetje koppen? Koppen, nee. Kan je niet koppen? Nee. Heb je ook nog nooit gekopt? Wat is je challenge? Mijn challenge is... Hij weet het al. Mijn challenge is... Ik moet 7 keer overkoppen met een kaal iemand. Jij 7 keer, op. Ja. Dus 1-1, 2-2? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We kunnen het proberen. We kunnen het proberen. Je bent een baas. 1, 2, 3... Dankjewel, je bent een baas, man. Ah, het is gewoon weer niet gelukt, man. Ai, ai, ai. Challenge nummer 2 voor mij is... Hand in hand, kameraden. Ja. Dat kent iedereen. SPARTA, het Sparta-lied, kent ook iedereen. Ja? Maar het clublied van Excelsior, ferme jonge stoere knapen... Je krijgt 15 minuten de tijd om iemand te vinden die een deel van het clublied van Excelsior kan zingen. Je mag geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals telefoon en internet. Oh, joh. Kent u toevallig het clublied van Excelsior? Al zijn het maar 2 zinnen. Nee, u ook niet? Bent u voor Excelsior toevallig? Ja, Deutsch? Ja. Ah, oké. Auf Wiedersehen. Is iemand voor Excelsior toevallig? Nee. Helemaal niemand? Niemand. Goed zo. Ah, de Deutsche. Ja. Iemand van Excelsior hier toevallig? Nee. Excelsior, Feyenoord. Maar ken jij toevallig 2 zinnen van het clublied van Excelsior? Volgens mij is dat van die van Kralingen, toch? Zeg eens nou. Zeg eens, dan heb ik hem. 2 zinnen is genoeg. Nee, ik weet het niet, sorry. Hé, hey, ben je van Excelsior? Nee. Dan mag je niet op de foto. Nee, man. Goed zo. Excelsior. Goed. Wat is dat? Ben je voor Excelsior? Nee. 2 zinnen? Nee? Thank you. Dankjewel in ieder geval. Dat is goed. Hey, fijne dag. Hè? Nee, geen idee, man. Geen idee. Scheiße. Excelsior! Excelsior hier! Excelsior! Nee, gaat niet werken. Soef gaat niet werken. Zijn de Excelsior fans? Ja! Ja, lieve mevrouw, hoe heet u? Dini. Ja, ik ben met de challenge bezig. Ik ben op zoek naar een Excelsior-fan. Het was echt een aardige zoektocht. En ja? Wat moet ik dan voor elkaar krijgen? Dat je op zijn minst 2 zinnen van het clublied van Excelsior kunt opnoemen. Dat is leuk, inderdaad.
Ja, ik heb het wel gekend, maar op dit moment ben ik het even kwijt inderdaad. Voor het clublied. Ja, erg hè? Wat? Come on! Ja, even, probeer even zo ontspannen. Er is nu camera bij. Misschien als u een beetje in de ontspannen sfeer komt. Nee. Ben het even kwijt. Als ik de eerste letter, de eerste zin hoor, dan gaat het wel. Maar... Oh. Dit is pijnlijk zeg. Erg hè, ja. Maar ook echt niet verder, als u nu toch nog een beetje nadenkt. Oh, nee. Verme jonge stoere knapen. En daarna weet ik niet meer. Maar dat was genoeg geweest. Als iemand dat zei, was genoeg. Je was wel goed bezig. Ik had bijna een hartaanval bij die vrouw. Maar dat is niet gelukt, man, bro. Sinds wanneer heb jij hart? Wat? Als Feyenoord kampioen wordt, dan wordt de huldiging hier georganiseerd op het balkon daar. Zie je waar die tractor met die kraan? Challenge nummer 3. Oh, het zijn er 2. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen? Wie er moet beginnen? Steen, papier, schaar. Ja, je mag beginnen. Moet beginnen. Ah, elke keer moet ik beginnen. Hoezo elke keer? Waarom lieg je? De moeilijkste challenge die er is. Speciaal voor jou, Rendel. Zoek iemand en stel deze persoon 1 vraag. Doe een truc. Je mag niks anders zeggen. Here we go. Ik moet even naar die uiterlijk kijken, toch? Dit is zo moeilijk, oh joh. Hey, sterk, sterk, sterk. Kom, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft. Hij is bezig, hij is bezig. Oei, 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 alsjeblieft. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Doe een truc. Een truc kan niet, man. Ik heb er een tezani pakken, maar ik krijg geen truc. Doe een truc. Wacht. Laat even zeggen, hij kan niet. Nee, hij kan het niet. Broer, doe 1 truc. Nee, hij kan niet, goed zo, je hoeft niet. Nee, wacht. Nee. Alsjeblieft. 1. Hij kan het niet, zegt hij. Maakt niet uit wat het is. Maakt niet uit wat. Spijt me. Hij heeft gewoon geflasht. Hij kon het wel. Ik ben het helemaal zat. En jou ben ik ook zat. Hey. Nummertje 3 voor mij. Mevrouw, u mag gewoon doorlopen. Mooie mensen mogen altijd in beeld. Nummer 3. Rotterdam is helemaal voetbalgek. Zoek een fan van Feyenoord met een woonkamer die helemaal vol hangt met alles dat met Feyenoord te maken heeft. Oké. Okay. Ik heb bedacht om naar de Feyenoord fanshop te gaan. Daar zullen ze ongetwijfeld een gekke Feyenoord fan, nou gek, iemand die gek is op Feyenoord kennen. Toch? Gewoon slim, slim nadenken. Watch out man. Hey, mag niet, hey, vandalisme. Wat doe je? Mag het niet. Ik heb het toch gedaan. Are you for Feyenoord? No? Oké, no problem. Maar zou een echte fan nou bij een Feyenoord fanshop zijn? Nee toch? Ik denk het niet, man. Maar die kennen ze wel daar. Net als die trainingspak van Toussaint, toch? Je zou denken dat hij een truc kan, maar hij kan helemaal geen truc. Ja, dit is de Feyenoord fanshop, dames en heren. En volgens mij is die dame die daar achter zit, die heb ik gesproken. Hij kent. Hey, ga je nou zo doen? Je moet er geen advies geven. Als je wilt, bel ik die 2 andere Feyenoord fanshops. Eentje is bij Centraal, eentje is in Zuid. Hè? Het is gewoon dat ik niet die moeite wil gaan doen. Je moet er geen... Het is aan jou, je weet toch? Beetje teleurstelling. De mensen van Feyenoord Shop kunnen mij niet helpen. Dus ik ga mezelf helpen. Ik blijf hier gewoon staan en kijk gewoon als de klanten binnenkomen. Dat zullen ongetwijfeld echte Feyenoorders zijn. Laat maar lang wachten, man. Goedendag, hallo. Zijn jullie voor Feyenoord? Zijn jullie voor Feyenoord? Sorry? Oh, you're not for Feyenoord? A Feyenoord fan? Oui. No. We are French. French? Ah, no problem, no. Au revoir, yeah, yeah. Paris Saint-Germain, yes. Olympique Lyonnais, ja. Matty, jij bent voor Feyenoord? Nee, ik ben voor man. Mm. Hoe lang heb je nog nodig dan, bro? Hoe lang is in Chinees? Het is wel een goede. Ik moet even nadenken, man. Ik ken toch wel een Feyenoorder. Ik wil jou echt graag helpen. Hè? Ik wil jou zo graag helpen, maar dat gaan we niet doen. Hoe kan je nou voor een Feyenoord fanshop staan en geen Feyenoord fans tegenkomen die een kamer vol met Feyenoord spullen hebben? Ongelooflijk. Hey, wie is echt voor Feyenoord? Eerlijk. Eerlijk. Maar heb je een kamer vol met Feyenoord? Nee, dat niet. Ja, dan ben je geen echte Feyenoord fan. Ja, ik ben voor Feyenoord. Nee, als je een echte Feyenoorder bent, dan is je kamer vol met Feyenoord. En jouw kamer is vol met bloemetjes. Nee, mijn sterretjes. Oh, ook mooi. Kijk,
Het is wel gek hè, dat ik in Rotterdam gewoon niet een echte Feyenoorder kan vinden die zeg maar, een kamer vol met Feyenoord heeft. Dat is toch raar? Dat vind ik ook wel raar. Maar nog erger, het is vervelend. Dat betekent dat ik mijn challenge ook niet heb behaald. Ik denk dat we beide onze challenge niet hebben behaald. Ja, okay. Dus allebei okay. 0 punten. Ja. Oké, okay, let op. Ja! Oh, waarom zo snel? Oh. Het was wel één panna. Ja. Yeah, man. We moeten wel even kijken waar de politie is. Weet je zeker? Nee. Oh, nummer 2. Oké, steekpas. Politieagenten! Ja, hoe gaat dit gebeuren dan? Stop, alsjeblieft. Één keer. Minuutje. Anders verlies ik mijn challenge. Nee, jij mag, echt waar. Esco, echt. Alsjeblieft. Please. Ik heb een vraag. We krijgen net een melding, man. Oh, serieus? Hier. Ja, ze hebben gewoon. Oké. Ze moeten gewoon werken. Eén keer, alsjeblieft. Geef hem de bal, Je moet luisteren, kijk. Eén keer. Nee, man! Waar gaan ze weer bal? Oké, ook al sta je buiten met je benen open, laat me je één panna geven. Eentje. Ja, kom alsjeblieft. Eén keer. Nee. Het is klaar, bro. Eén keer, alsjeblieft. Kom maar. Eén keer. Alsjeblieft. Eentje. Please. Kijk, en zo naar jullie allebei. Hey, jongens, hoor je nog jongens. Nee, maar hey. Jongens. Jongens, mag ik iets vragen alsjeblieft? Ik kan niet voetballen. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Heel even. Ik heb 1 minuut van jouw tijd. Eén minuut. Klaar. Luister, het is klaar. Het is klaar. Je bent klaar, man. Het is klaar. Hey, jongens. Neem je verlies. Nee, ik neem mijn verlies hier, niet. Twee auto's vol met agenten. Lekker bezig, Kuzami. Hey, het is klaar, bro. Oh, die politie hebben jou genegeerd. Allemaal. Hoe kan dat nou? Omdat je een lieve jongen bent. Ze gaan alleen naar de jongens die stout zijn. Ja, is dat het? Ja. Okay. Ja, jongens, ik... Houd kort, man. Wat wil je documentaire maken? Ja. Zeg gewoon die dingen. Het is klaar. Jongens, je moet geen druk op mij zetten. Ik geef het op. Oké, het staat nog steeds 1-0. We gaan naar de laatste challenge. Alles is nog mogelijk. Dat is nog mogelijk. Het staat 1-0 voor mij. Maar alles kan nog gebeuren. De laatste challenge. Challenge nummer 5. We moeten beide de joker inzetten, want die hebben we allebei nog niet gedaan. Klopt, ja. Win je deze challenge, krijg je 3 punten. Verlies je deze challenge, krijg je min 3 punten. Dus eigenlijk is het ja, alles of niets. Die hele 1-0 van mij heeft helemaal geen nut gehad. Geen nut gehad, ja klopt. Oké, let's go man. Wat is het? Deze opdracht is voor jullie allebei. Vind een voor jou onbekende teamgenoot. Het moet een toerist zijn. Je mag iemand alleen maar vragen of hij even een kwartiertje tijd heeft. Niet zeggen over voetballen. Als jullie allebei een teamgenoot hebben gevonden, 2-2 met goaltjes. Winnaar, 2 goals of een panna. Oh, dit is leuk. Dit is lang. Yo, Matthé. Hey, luister dan. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Leiden, man. Hey, je bent gewoon even uit chillen in Rotterdam, oké. Okay. Hey, heb je even 15 minuten tijd met mij? Gaan we even wat leuks doen? Wat wil je doen, hè? Ja, je weet, als je met mij bent, is sowieso leuk. 15 minuten heb ik van je nodig. 15? 15? Gewoon chill, kwartiertje, man. Ja, toch? Ga je zo vertellen wat we gaan doen, is lang. Ja, toch? Zeer. Oké, nice. Ik heb een vraag, hoe heet je? Mika. Waar kom jij vandaan? Goes, Zeeland. Goes, kan ik 15 minuten van jouw tijd nemen? Ja, kan wel, toch? Ja? Ja, oké, dat is oké. Okay. Toppie! Let's go! Degene die van ons gaat verliezen, krijgt een metamorfose bij de kapper en de winnaar bepaalt hoe dat eruit gaat zien. Matties, er staat veel op het spel. We gaan 2-2 spelen. Jij speelt met Rendel en jij speelt met mij. 2 goals of een panna is gelijk klaar. Game on? Ja, toch? Ja? Tuurlijk, man! Kom maar, let's go. We gaan ze slopen, kom op! Even voor mij, kan je voetballen? Ik kan zeker voetballen. Ja. Maar echt goed? Echt heel, nee. Val mee, een beetje. Ben je links of rechts? Rechts. Ik ben rechts, man. Maar hoe goed ben je? Ik ben wel goed, man.
Bro, je moet strijden. Ik ben zelfverzekerd. Oké, sterk man. Ik ook. Ik weet zeker, bij hun is er een beetje kiele kiele. Nou, dat zullen we zien. Kuiten voor je been. Ja, afmaken. Nooit. Kijk voor je benen. Niks aan de hand, Maar laat het scoren. Niks aan de hand. Bro, hey. Het is geen showtime, bro. Je moet zakelijk spelen. Broer, je moet zakelijk zijn. Hey, hij wil je gewoon niet van heen. Rustig. Oeh. Oké, 1-0. Deze man geven. Hij gaat je pannen geven, Lennart. Ik zeg ja. Katsen. Hey, leggen. Oeh. Ja. Binnenkant. Hey. Nee. Het is toch binnenkant. Laat hem. Hun moeten komen, niet inhappen. Kom. Slim spelen, bro. Hij is je aan het loeren voor die pannen. Let dan nu, iets dichterbij. Handeke. Kijk, niet bang verliezen. Het is klaar, papito! Hey, jij had hem. Als jij die bal niet pakt. Mika, dit was niet echt wauw. Wat is gebeurd? Ja, de bal ging vrij soepel door mijn benen. Hoe voelt dat? Ja, pijnlijk. Ja, voor jou niet erg, want jij hoeft geen metamorfose onder te gaan. Ja, hij wel. Sorry man. Hey, ik ben trots op hem man. Maakt niet uit, het is Tuzani, geen probleem. Kijk hoe die flasht, hij zegt hij is trots op je. Hij flasht. Bro, wat is gebeurd? Sterk man. Ik moest hem bij de tweede al geven man. Safaka man. Kijk voor je benen. Hup, hey. Hoe zal ik hem eruit laten zien straks? Ik zeg eerlijk, dat moet jij weten man, maar ik zou hem er heel slecht uit laten zien. Hij wou jou nog twee keer pannen geven. Ja, snap je, daarom. My friend, ik hou van je, dat weet je. Je bent zelfs een beetje familiair. Maar nu word je een superster met een metamorfose. Ik ga je niet teleurstellen. Ik hoop het. Want volgens mij ga ik uit mijn dak. Beginning. Like you, beginning. Het moment is daar. Like Rendo de Rosario, uit Rotterdam West. Dit is het resultaat. Wat? Wat is dit man? Wat zijn die strepen bro? Nee, ja, ik snap als je de achterkant niet ziet, dat je het nog niet precies weet. Dit is je achterkant. Wauw, yo bro. Maar probeer eens even goed te kijken. Dit is zo tanto lelijk. Wat is dit? Greg, wat doe je met die strepen man? Wat is dit man? Hij heeft een vraag, waarom die strepen erbij? Die strepen man, om de duidelijkheid van die kapsel. Zo is het zichtbaarder voor mensen als ze van de afstand naar me kijken. Hey bro, hey. Ik vind het zelf ook. Ik vind het wel mooi, het is trendy. Dit gevoel ken ik niet, hè? Wat is dit? Vind je dit nou een toffe challenge? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Of in dit geval maak er maar geel van. Ja, maak er maar. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En laat me weten naar welke stad ik de volgende keer moet komen. En tegen wie ik eventueel een battle aan moet gaan. Goedie. Rotterdam, waar ligt het dan? Kijk dat die horen dan! Hoe is het? En jou ben ik opgezakt.